Leon, jullie zijn gestopt met het manegebedrijf, maar je bent nu heel iets anders aan het doen. Klopt dat? Jazeker, we gaan nu wat meer verder met de wedstrijd te organiseren. Ja, de dressuurwedstrijden hebben we natuurlijk al vanaf 1982. De springwedstrijd is nu na 40 jaar een keer wat meer een opkomst bij ons. We zijn natuurlijk wel meer springruiter dan dressuurruiter. Ja, de bodems hebben we vorig jaar voor het eerst aangelegd. Eén bodem, de grote piste, en twee andere pisten dit jaar in gereed gekomen. Dus we gaan zo wel iets meer toeleggen op het wedstrijd proberen. Zowel dressuur, zowel springen. Mag het publiek ook komen in de toekomst? We moeten wel een beetje oppassen met de coronaregels op dit moment. Maar zeker, het publiek is altijd welkom bij ons. En jullie gaan ook internationale wedstrijden doen? Nou, niet te hard verstapel lopen. We zijn al blij dat we zo begonnen zijn. En ja, de bomen zijn perfect. Ja, in de toekomst weten we niet of we dat wel of niet gaan organiseren. Dus we zullen zien.